Goedenavond, welkom in het Eenzame Hartiebureau. De glimlach staat op mijn gezicht omdat ik vandaag de slimste mens der planeten mag aankondigen. Delphine Leconte, welkom in het Eenzame Hartiebureau. Dank Hoe gaat het? Vandaag heel goed. Ja? Ik heb wel de afgelopen weken zo geworsteld met zwaarmoedigheid. Met zwaarmoedigheid. Ja. Maar het is ook zo het keren tussen de winter en die lente die er maar niet aankomt. En dat blijft maar gieten. Nu goed, maar we gaan er straks verder over praten. Tot straks. Ik ben heel fier dat je gekomen bent. Oh, ik was verrast toen ik uitgenodigd werd. Wacht, zeg. Ja. Waarom zeg je dat? Aangenaam verrast. Ja. Ik moest ook niet twijfelen om te komen. Ach, kijk. Wat mooi. Ik ken ook mensen die naar het programma kijken. Dus, ja, ja, kijkt er iemand? Ja. Dat is fantastisch. Ja. Dat is wel een hele goede zaak. Gelukkig niet mijn moeder. Ja. Ja. Dus, want volgens Freud is het allemaal toch de schuld van de moeder. Van de moeder, maar ook van de vader. Ja. Maar we kunnen daar straks dieper op ingaan. Wie schuld dat allemaal is. De ouders in elk geval, hoe dan ook. Hè. Eerste vraag. En dan belanden we al onmiddellijk bij Sigmund Freud, de uitvinder van de moderne psychologie uiteindelijk. Hè. De aartsvader. En Albert Einstein, die schreven brieven naar elkaar, die twee. En die schreven ooit op een bepaald moment, in 1933, schreven die dat de mens te veel bezig is van nature uit met geld en met prestige. En dat de mens zichzelf, dat zo erg is, die negatieve kanten van de mens, dat de mens zichzelf wel eens zou kunnen vernietigen. U bent nu de derde intellectueel. Ja, maar dat bent u ook. Hè? Ja. Wat denkt u daarover? Ja, prestige, ja, ambitie. Goh. Ja, iets willen scheppen als kunstenaar. Daar hangt toch ook wel altijd een ijdel. Ja, ik betrap mezelf ook soms wel op hoogmoed. Wat ik niet meer probeer te doen, is mezelf vergelijken met andere schrijvers of andere kunstenaars, want daar word ik heel ongelukkig van. Ja, elk parcours is uniek. Ik vrees wel dat veel mensen te veel spullen vergaren en dat ook waarschijnlijk heel ongelukkig maakt, want het zal wel nooit voldoende zijn. Nee, ja, het moet altijd. Ja. Ja. Maar zingeving is natuurlijk belangrijk, maar er zijn ook zoveel mensen met een afstompend werk. Ja, het is moeilijk. En we hunkeren toch allemaal naar iets wat het leven waardevol maakt. Voor mij is dat teksten schrijven, maar ja, voor iemand anders kan dat vrijwilligerswerk zijn. Maar ja, zo dat ongebreidelde materialisme en hebzucht en inhaligheid, denk dat veel mensen wel kapot maakt. Ik heb ooit een periode gehad, ikzelf, waar ik inderdaad een tapijt kocht van 3,5 meter op 4 in zijde, een Persisch tapijt. En het was trouwens Cholemer die mij na een interview op VRT televisie vroeg van: Edwin, als je thuis komt, je gaat zich midden op dat tapijt gaan zetten. Bent u dan gelukkig? Ik heb dat toen gedaan, s'avonds. Ik ben ongelooflijk beginnen wenen. En ik was helemaal niet gelukkig. Dus materialisme is ook helemaal niks. En nu doe ik het met een kleiner tapijtje. Ja. Dus dat komt terug uit mijn huis. Hè. Aha, wow. Ik breng dat telkens weer in de studio. Ja. Dat, ja. Dat je toch zegt van, ach, het is allemaal. Dat niet, hè. Vind ik dan. Nu, over jouw kunst. De gedicht, je bent ook een eminente dichteres. Ik heb ooit eens aan Hugo Claus gevraagd. Ik ken al die technieken niet. Zo, van hoe je een gedicht. Mis ik dan iets als hele gewone lezer die de.
Nee, dat denk ik niet. Want vroeger, toen ik poëzievoordrachten gaf voor de slimste mens, ja, kwamen er een 20-tal mensen, die echte literaire fijnproevers, zal ik maar zeggen, maar mensen die vertrouwd waren, die poëzie lazen. En na de slimste mens kwamen er, ja, tussen aanhalingstekens, gewone, volksere mensen. En ja, die snappen het ook. Ik heb geleerd dat ik niet moet mijn teksten verwateren of op de lach mikken of onnozel maken of frivoler. Dat mensen echt, dat je het publiek niet mag onderschatten, dat ja, mensen instinctief toch voelen wanneer iets een fundament juist heeft en diepgang. Ja, ja, en dat ook de rauwheid die erin zit van een plek komt, dat ze iets herkennen. Ik ga een rare sprong maken nu in mijn vraagstelling. Als de gewone mens, tussen aanhalingstekens, dit kan aanvoelen, want dat is toch een edele kunst, hè, een gedicht, zou het dan toch goed komen met die mens uiteindelijk? Ondanks al zijn negatieve kanten? Ja, ik... Wat denkt u daarover? Ik heb maar dat soms is de hamvraag eigenlijk. De neiging om te zwartgallig te worden. En dat is vaak wanneer. En dan zonder ik me af. En dan beland je natuurlijk in een vicieuze cirkel. Word je nog misantropischer en somberder. En wanneer ik dan noodgedwongen moet mijn literaire lezingen geven, ontmoet ik de mensen. En raak ik toch telkens weer. Merk ik toch hoe ontwapenend ze zijn en hoe bereid ze zijn om ja, met die kwetsbaarheid die in mijn gedichten zit, ja, om daar delicaat mee om te gaan. Maar ook om bewondering te hebben voor de spotternij die er ook in zit. En omdat niet zo, er zit van alles in en dat de mensen... Dus ja, we gaan samen kiezen voor het goede. Ik heb ook die neiging om dat te doen, dat het misschien toch wel goed komt. Ja, ik denk het wel. En kijk, je zit nu in het Eenzame Hartenbureau. Je had dat ook gedaan. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Dat is een vraag over lust. Heel belangrijk. Maar er komt eerst een drankje aan om het wat door te spoelen. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau met de eminente dichteres en wat nog allemaal, hè? Delphine Leconte. Voordat ik jou een vraag ga stellen over lust, seks of breder, al wat je maar wilt, heb ik een drankje besteld. En dat drankje komt van Woest. Woest Wijnen. Juist, hè? Klopt. Ja, normaal staat zijn vrouw hier. Maar ze ligt in de kliniek met rugpijn. Oei. Maar ik ben eigenlijk even gelukkig dat hij daar nu staat. Hè? Vanuit mijn standpunt gezien. Snapt u? Ja, jij lekker dier, vertel mij wat. Ja, ben ik ook blij dat ik hier een keer mag staan. Wel, voilà. Dat komt ook eens op televisie. Maar, presenteren vandaag een non-alcoholische wijn. Ja. Op basis van de Prosecco-druif. Ja. Ken je dat, de Prosecco-druif? Nee. Ik ook niet. Dat is een Italiaanse druif. Dus de wijn van Italiaanse druif wordt gedealcoholiseerd. Ah ja. Ja, dat is tegenwoordig heel veel vraag. En is dat dan 0,0,0? 0,0 en een heel klein beetje. En toch? Ja. Maar als het onder de 0,4 blijft, mag het 0,0 genoemd worden. Ah ja. Ja. Oké, ça va, goed. We gaan eens. Bedankt, Tim. Okay. En tot volgende week, ja, inderdaad. Hè. Voilà. Oh, het in de ogen kijken, ja. Is lekker, hè? Heel lekker. Ja, hè. Je kijkt er straks van mee. Heel lekker. Ik had je daarnet gevraagd, ook tijdens de... Tijdens de pauze, mis jij alcohol nu je er geen meer mag drinken? Ja, opnieuw. Ik was gestopt in 2020 en dat ging de hele tijd heel gemakkelijk. Ik werd er zelfs een beetje zelfgenoegzaam. Waar hebben die alcoholisten het over dat het moeilijk zou zijn? Maar toen, nee. Nu op nieuwjaarsdag heb ik het nog een keer geprobeerd. Gezellig, een paar trappisten en een paar karas. Hey. 2 uren later stond er een combi in de straat. Echt pijnlijk was ik voor overlast aan het zorgen. Want ik had een kwaaie dronk
Allee, ik heb die nog steeds. Ik word dan eerst sentimenteel. Dat mag natuurlijk, maar daarna ook helaas opvliegend. Ik ben ook zo. Ik word agressief als ik gedronken heb. Ja. Daarom moet ik opletten. Ja. Maar ik heb een hele goede vriend trouwens, de redacteur, Mike van den Nabelen. En hij meet mij mijn gedrag. En dat is altijd nu een spuitwatertje. Dus dat is wel heel goed. Ja. Ja. Ik zou het ook missen, mocht ik het... ik meen dat dus wel. Hè. Het geeft toch zo'n feestelijkheid. Ja, absoluut. Ja. En zorgeloosheid. Ja. Ja. Zou je seks missen, mocht je er geen meer hebben? Oh ja, nog veel erger dan alcohol. Ja. Wat vind je lekker aan seks? Ja, ik... ontsnappen aan de... Ja. Aan mezelf, aan... Ja, toch... Ja, dat je dan toch in het moment zo alles kan loslaten. Dat zo, het is zo ongecompliceerd, zo vreugdevol. Je hebt duidelijk een goede partner waar je goed in staat. Maar ik hoor jouw dingen zeggen van tja, dat heb ik nog niet beleefd. Ja. Ja. Omdat ik verhalen schrijf die autobiografisch zijn. En ik zend die dan aan mijn redacteur. En hij zond me een keer terug. Al andere teksten van vrouwelijke schrijvers gaan er altijd over dat ze maar niet klaarkomen. En jij komt op elke alinea klaar. Dus ja. Ik ben gezegend. Vandaar dat ik het moeilijk heb, zoals met jouw teksten, omdat je om de alinea klaarkomt. En ik dat met 63 jaar niet meer heb. Nee, ik over in mijn humorcolumn durf ik wel een keer te overdrijven. Dit wordt een bijzonder eenzame hartenbier. Durf ik wel te overdrijven over mijn seksuele escapades. Maar ja, ik denk niet dat seks zo ingewikkeld is. Ik weet het niet. Ik doe het met mannen. Jij doet, je bent een... Ik ook. Ja. Ik vond de vrouw wat te ingewikkeld. Zo. Weet je wel, met die clitoris. Je moet daar dan naar zoeken. Ik vond dat... Weet niet, is dat niet moeilijk? Nee. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk geen ervaring met vrouwen. Ah, nee. Nee. Nee, nooit dat, gehad. Zo wat gevoefel. Als puber geëxperimenteerd. Ja. Nee, ik weet dat, want ik groeide op deels in Gent, maar ook in de pannen. En mijn vriendinnen waren zeer reactionair, conservatief. En om de goede gemeente in de pannen te choqueren, bazuide ik rond dat ik lesbisch als tienjarige. Dus iedereen, ja. Je was er vroeg bij. De antichrist van de pannen, omdat ik lesbisch was. Maar, nee, het is me nooit gelukt. Super. Goed. Ja, ik krijg er warm van. We gaan eventjes pauzeren en naar het volgende stuk gaan van het Eenzame Hartenbureau. Delphine. Het Eenzame Hartenbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Woest Winery, passie, proefje. The Baby Cries, website marketing, branding, reclame. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau met de eminente Delphine Lecomte. Bekend van vooral de slimste mensen eigenlijk, daar is het begonnen, hè? Dat heeft een enorme impact gehad. Ja. Mijn leven is helemaal veranderd daardoor. En ik heb achteraf wel zo wat gemopperd en gejammerd erover. Dat je die anonimiteit kwijt was. Dat was toch even wennen. Alhoewel de mensen eigenlijk heel vriendelijk waren. Maar ik kan me wel inbeelden dat het als schrijfster moeilijk is om jouw geld te verdienen en nu je bekend bent dat je wel meer besteld wordt bij wijze van... Allee, ik weet niet hoe dat nu uitdrukt. Dacht, ben ik nu mijn literaire geloofwaardigheid kunnen... Ach nee, maar ik ach had er nee. Geen. Nee, dan moet je niet mee bezig zijn. Ja, je moet toch ook geld verdienen. Tuurlijk. Je moet toch een dak boven je kop hebben en zo. Allee, vind ik wel. Tuurlijk. Dankzij die deelname aan de slimste mens stroomden dan plots uitnodigingen binnen om overal op te treden. En, mooi. Ja, mooi, zeker. Mooi. Nu,
Nu geniet ik daar ook eindelijk van. Ah, dat is mooi. Ja. Ik heb de volgende vraag. Het gaat over angst. Ik heb vroeger heel veel geleden aan angsten. Dat kwam ook omdat mijn moeder 2 keer een zelfmoordpoging heeft gedaan. Ik heb ze 2 keer gevonden. Ja, dat was een dat was zwaar. Hè. Ik heb dat toch, binnen nu 63, toch ja, een positieve richting gegeven. Ik heb, als ik voel dat ik zou angstig worden, dan blokkeer ik het en zeg van nee, dit laat ik niet meer toe. Ik denk, heb jij dat, je bent er nu in de 40, heb jij dat ook al geleerd om dat te kunnen blokkeren? Mijn laatste serieuze paniekaanval, heel stom. Ik ontvang een lading boeken in een doos. Ja, en ja. Om die boeken te beschermen zitten er zo van die luchtkussentjes. En ik stamp ze kapot. En ik maak mezelf wijs of ik dat een van die ballonnetjes is terechtgekomen in mijn long. En ik krijg een paniekaanval, ik kan niet meer ademen, denk dat ik ga stikken. Heel irrationeel. Ik heb wel, ben er dan toch in geslaagd om mezelf ervan te overtuigen dat dat is, kan niet. En het plastic ligt daar, je bent niet aan het stikken. Maar ja, dat overvalt mij ook wel, die angst. Ja. En ja, natuurlijk, ja. Hoe leert de mens daarmee omgaan, he? Zo naar de kijker toe? Want er zijn natuurlijk nog veel kijkers die last hebben van angsten. Ja, en ook van onbestemde angsten. Ik denk dat ik zo alcoholist ben geworden, omdat dat op korte termijn werkte, dat alcohol. Ja. Maar op lange termijn worden de angsten alleen maar veel heviger en intenser. En dan zijn er ook natuurlijk farmacologische oplossingen, maar dat zou ik toch ook de kijkers afraden. Waarom? Misschien voor acute gevallen kort, maar dat is ook weer heel verslavend. Hè? Benzodiazepines en zo. Maar ja, als het echt nodig is. Wel, ik heb een zeer goed. Ik ga iets heel privé vertellen nu. Wat ik eigenlijk nog niet vaak gezegd heb. Of denk ik nog niet. Ik heb een hele goede psychiater, dokter Moeert. Ze is trouwens overleden aan kanker. Maar goed, ze heeft mijn leven gered. En zij zei, als je het voelt aankomen, zo van verre, zo die golf, die tsunami van angst, inhibeer het, stop het met een kalmeermiddel te nemen. Ja. En ik ben daar toch niet aan verslaafd geraakt. Toch in plaats van, van het volledig te moeten ondergaan. Ja, ja, ja. Zij vond dat toch wel nuttig, ja. Maar dus je gebruikt het alleen voor acute noodgevallen? Ja. En ik gebruik het eigenlijk niet meer. Ja. Maar ik heb het wel liggen thuis. Ja. Ik ben daar ook eerlijk in. Ja. Ik denk zoals de meeste, Maar hoe ga je daarmee om, hè? Dat is zo'n vraag die veel kijkers zich stellen en die ik ook aan veel... Is het bij jou al verminderd in de loop van jouw leven? Het klinkt heel banaal misschien, maar gewoon om naar buiten te gaan en ook gewoon een babbeltje te slaan met de buurvrouw. Ja, klinkt echt heel stom en alsof het onmogelijk kan werken als je ten prooi valt. Maar toch is het soms zo eenvoudig. Het is waar, hè? Ja. Wat jij nu zegt, ik herken dat gevoel wel. Dat je daar zo in je huis zit. Ja, en dan als schrijver ben ik gewoon gedwongen. En je gaat gewoon naar buiten. Ja, ja. En er, ja. Als schrijver ik zit ook thuis te werken meestal. Ja, wel, voilà. Ik zit meestal thuis te werken. Ik woon single. En heb je niemand gezien. Dan zit ik altijd naar mijn redacteur te bellen. En hem lastig te vallen, die mens. Ja. Dus dat... Ja, ik doe dat ook. En het is eigenlijk soms zo eenvoudig. Ga gewoon... Is naar buiten en er is dan toevallig een mevrouw die haar hond op het grasveld naast mijn huis aan het uitlaten is. En je hebt een leuke babbel over honden. Ja. Welke liefde zij krijgt van dit dier. Ja, dat is waar. Ja, hè? Maar het is zo. Ja, ik heb ook 2 hondjes, dus ik ben genoodzaakt om naar buiten te gaan. Ja, dat is goed. En dan word je constant ook aangesproken. Dat is heel
En dat is heel dankbaar en dat zijn ook afgebakende gesprekken. Ja. En dat gaat meestal uitsluitend over onze honden of de mijn of ja. De persoon die me de laatste vraag kort beantwoorden, want we zitten aan de 6 minuten. Je weet, de druk van de televisie. Heb je het al leren verminderen, die angst in de loop van jouw leven? Met de vroeger, als je jonger was. Ja, ik denk nu wel dat ik mij minder laat geworden. Overspoelen. Ja, ja, zeker, ja, zeker. Ja, 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 toch wel. Ja, 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 gelukkig ja, wel. Ja. 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 En hier is natuurlijk een fantastisch psychotherapeutisch pad. Ach, Delphine, bestoef mezelf zo graag. Oké, naar de volgende vraag. Tot straks. Je ziet het niet aan mijn gezicht, maar ik ga een vraag stellen aan Delphine Leconte over de dood. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau. We moeten allemaal dood. Jij bent nog een jong meisje, vooraan de 40. Ik ben vooraan de 60. Dus wij zitten al wat dichter. Heb jij de dood een plek kunnen geven in jouw leven? Nou, of ben je er niet mee bezig? Ja, jawel. Ik weet, als kind was ik heel bang van de dood. Dat is dan beter geworden. Ik heb wel ook tijdens mijn alcoholistische periode oog in oog gestaan met de dood. Nee, die angst is weg. Was hij er fysiek dan zo erg aan toe dat je dan stervende was of zo? Of? Ja, ik moest gereanimeerd worden omdat ik in zodanig korte tijd een fles gin had gedronken. Ach zo. Had ik een ademstilstand. Ja, dat was eigenlijk wel heftig. En gelukkig was mijn moeder net in de buurt en heeft zij meteen de hulpdiensten opgebeld. Toevallig eigenlijk. Dus ja. Een vraag. Je zei gelukkig. Dat viel mij op. Ben jij blij dat je leeft nu? Of? Ja, ik ben... ja, eigenlijk wel. Maar ik vind niet dat mensen daar automatisch ja moeten op antwoorden. Nee, nee. Ik kan echt bijzonder neerslachtig zijn. En ja, ook val ik... Allee, ik heb wel soms last van ja, depressieve symptomen. En soms zeggen mensen dan... Kop op, hey, je hebt geen reden om te klagen. Maar zo werkt het nee, niet. Zo werkt het niet, nee. En ook vind ik mensen die het geluk hebben geboren te zijn, want ik denk dat je geboren bent met een zeker optimisme, moeten daar niet zelf genoegzaam over zijn, maar dankbaar zijn dat zij het geluk hebben. Want andere mensen, zoals ik, maar vele anderen, hebben de pech dat wij soms ja, heel zwaarmoedig worden. Ja, en dat zit in je. En ik denk dat dat toch voor een groot stuk ook aangeboren is. En dat ja, dat is oneerlijk. Ja. Ja, het is de schuld van de ouders. Ja, dus ook natuurlijk hebben dan sommige mensen dan dubbel pech. Dat ze ook ja, ja. Naargeestige ouders hebben. Ja. Ja. Ik voor alle duidelijkheid had een hele overheersende moeder, een theatrale moeder, maar ook een intelligente moeder. Ja. Waar ik wel mee geworsteld heb, omdat ik altijd de indruk had dat ik in haar schaduw stond. Dus ze is heel luid en heel venijnig ook. Ze leeft nog. Ja, ja. Ze is jouw leeftijd. Ze was heel jong toen ze mij kreeg. Ja, een hele felle vrouw. Ja. Ik heb veel van haar geleerd, maar ik heb ook altijd nog steeds de indruk dat ik moet opboksen tegen haar. Is dat zo? Dat ik maar wat zo... zou zij nu roepen naar televisie terwijl ze het gewoon... Oh, Delphine, onnozelaar. Allee, nee, zij... ja, ik denk dat ze dat wel begrijpt. En ze neemt zichzelf dat kwalijk dat ze zoveel plaats inneemt, maar... Ik ben ook dankbaar dat ik zo'n interessante moeder heb, natuurlijk. Ja, en ze moet zichzelf niet kleiner maken. Ze is,
ik bewonder die felheid en die rebellie van haar. Ik heb veel van haar geleerd. Maar, Wat boeiend dat we van de dood naar jouw moeder... Ja, zeer Freudiaans. Ja, ja. Heel Freudiaans. Ik ga dat analyseren en dan schrijf ik jou mijn rapport wel. Hoe dat komt. Ik zit zo op een leeftijd waar je... Ik ben er 63. Mijn ouders leven nog. Waar we toch alles regelen om voor het afscheid eigenlijk. Hè. Dat is toch... Heb je ooit mensen moeten afgeven waar je vreselijk veel van hield? Ja. Omdat er in een vorig gesprek, en waarom zeg ik het nu, zei degene die gaat is eigenlijk de beste. Ja. Ik heb iemand vrij jong, ook een alcoholist, ook... die gestorven was en dat mijn moeder me nog op de vingers tikte toen die pas dood was van huil toch of wees verdrietig, maar ik kon dat niet, ik heb dat pas veel later kunnen en nu kan ik daar nog intens verdrietig over met biggelende traan, maar dat doet deugd. Allee, nu ben gelukkig dat ik dat nu kan. Want het was inderdaad niet normaal dat ik mij zo afsloot voor die emoties. En omdat ik dat nog niet wilde aannemen, dat iemand dan toch zo... Je had misschien ook schrik om overwoekerd door te worden. Om overspoeld te worden door te veel emotie. Ja, tuurlijk. Ja. Over de dood, om daarop af te sluiten. Hugo Claus zei mij ooit in een televisie-interview dat hij zijn eigen dood voorstelde dat er 7 engeltjes uit de hemel zouden komen. Hij zou kijken welke slacht ze hadden, maar hij kon niet bepalen het welke. En die 7 engeltjes zouden hem optillen en naar de hemel voeren. Hoe ziet u uw dood? Dat is wel een verrassend liturgisch beeld van iemand die zo anticlericaal was. Ik denk dat het een beetje een grapje was. Ja. Maar het is wel mooi. Het is een mooi beeld. Ik vond het toch ook mooi. Ja. Hè? Ja, zeker. Dat Hugo zich daartoe leende om de mensen toch wat moed te geven. Zo. Ja. Dat het zo zal gebeuren. Je weet natuurlijk niet. Het kan toeslaan. Het is zo onvoorspelbaar, maar natuurlijk hoop ik dat het niet morgen gebeurt. Interessante teksten mag schrijven en dat nog heel veel mannen mijn clitoris vinden. En dit wordt nu de trailer van de week. We gaan naar de laatste vraag, het laatste deel in het Eenzame Hartenbureau. Jij bent toch gewoon fantastisch. Het Eenzame Hartenbureau was niet mogelijk zonder deze partners. De kracht van Propolis. Met Soriabel, Delrurent, verhuur auto's, bestel en vrachtwagens. Welkom in het laatste deeltje van het Eenzame Hartenbureau met Delphine Leconte. Bekend vooral van de slimste mensen, dan is het allemaal bij de rollen, hè? Voor jou? Ja, dat is waar. Zo. Voordien was ik een obscure West-Vlaamse dichter. Ben je nu rijk? Nee. Is jammer. Nochtans las ik deze week in een column van Brusselmand dat ik voor elke lezing 4000 euro verdien en dat ik er 6 per week heb en dat ik gemasseerd word voor elke lezing. Op zijn Brusselmand. Nee, ik ben ook nog altijd een beetje zo... Als een bibliotheek dan zegt in Limburg, we zijn een kleine bibliotheek, we hebben weinig middelen. Mijn vader ligt op sterven en hij is een grote fan. Ik ik doe het. Voor een fles wijn. Allee, alcoholvrije wijn, ik doe het. Ik kom eraan. Ja. Nee, ik ben niet zo gewikst op dat vlak. Ja. Ik denk... dat de schrijver over jou, Herman, dat hij ook lang zo niet geweest is. Nee, dat hij ook heel veel zaken... Het is een beetje de aard ook van kunstenaars. Ja, hè? Delphine, laatste vraag. Ik heb ook mijn troubles gehad in mijn leven, mijn problemen gehad, maar toch geloof ik
dat het leven gemaakt is om gelukkig te zijn. En ik geef mezelf een 8 op 10 doorgaans van qua quotering. Ja, echt waar. Van qua quotering. Dat is mooi. Ja. En als ik ongelukkig ben, denk ik van, oh nee. Nee, daar ga ik niet in mee. We gaan... Vanmorgen bijvoorbeeld werd ik wakker en ik dacht van... ik had iets wat meer donkere gedachten. En ik dacht van, oh, laten we even denken aan paastulpjes bijvoorbeeld. Mm. En dat mijn gemoed veranderde. Mm. Wat denk jij? Is het leven gemaakt om gelukkig te zijn? Well, ja, ik heb... Ik sprak al over mijn zwaarmoedigheid. Dus ik probeer me daar zeker niet in te wentelen. En ik heb wel het geluk dat mijn geliefde en chauffeur, hij zit hier backstage, ook wel een onverbeterlijke mensenvriend en optimist is. En ja, ik kan soms te grimmig en te chagrijnig zijn, maar ik kan ook wel gemakkelijk lachen. Is dat jouw minnaard, ja, chauffeur? Ja. Ah, maar we gaan het programma afsluiten, nee. Want ik wil niet gaan kijken naar die Ik heb gelukkig wel altijd zelfspot, waardoor ik mijn miserie relativeer. Omdat, ja, en ik kan mezelf ook opvrolijken met liedjes of met foto's van lelijke Chinese naakthonden. Allee, zo, ja, ik kan wel ook wel gemakkelijk me er... Daar heb ik wel een hele zware overeenkomst met jouw zelfspot. Je moet met jezelf kunnen lachen. Ja. Anders haal je het niet, tuurlijk. Vind ik. Hè. Ja. Je hebt zo van die mensen die zichzelf ongelooflijk ernstig nemen. Dat kan ik, en met dat kan een ik niet air begrijpen. Van gewicht. Zo, en pretentieus. Ik zit met zo'n namen in mijn hoofd nu. Ik ga ze niet uitspreken. Dat ik denk van, keep it cool. Hè? Ja, gewichtige mensen. Kan gewichtige er ook niet mee, mensen. Nee. En ik heb de indruk dat mannen daar meer last van hebben dan, dan vrouwen. Mijn moeder zou je bijtreden. Ah, ja, ze zegt dat ook altijd. Ja. Mannen Kijk. Van mijn leeftijd. Ik ben al bevriend met jouw moeder. Mevrouw, ik kom eens langs. Weet je? Ik nodig mezelf uit. Goed zo. Dit, Delphine, bedankt om naar het eenzame hartebureau te komen. Heel erg bedankt om uit te nodigen. Absoluut, zeker wel. Tot volgende week, tot de laatste aflevering van het Eenzame Hartiebureau van dit seizoen. Yes, dag.